Leuvense Lemmens Instituut heeft al jaren een kunstmaniora voor muziek en woord. En vanaf volgend jaar komen daar ook circus en dans bij. En wat ook nieuw is, is dat we vanaf volgend jaar starten met een opleiding voorbereidend jaar woordkunst drama. Dus als podiumkunsten echt iets voor jou is en je wil verder gaan met theater, maar je weet nog niet goed hoe of wat, dan is ons aanbod zeker iets voor jou. Hoe ziet zo'n week in het voorbereidend jaar er dan eigenlijk uit? Wel, wij werken steeds met vaste trainingsdagen en met moduledagen. Vaste trainingsdagen, dat wil zeggen dat je doorheen het jaar steeds dezelfde vakken hebt, waarbij dat je dus je basisvaardigheden als speler gaat trainen. Zo hebben we bijvoorbeeld beweging, spreken, maar ook speltraining of maakatelier. En daarbuiten heb je moduledagen. En tijdens moduledagen ga je steeds voor een aantal weken aan de slag met een andere gastdocent rond een bepaald onderdeel van het podium kunsten gebeuren. Na die weken werken is er steeds een toonmoment, waarbij dat je dus elke module afrondt, geëvalueerd wordt en over kan naar een volgende module. Voorbeelden van die modules zijn improvisatie ga je hebben, performance, fysiek spel, repertoire en toewerken aan een gezamenlijke groepseindproductie met je klas. Voor wie is dit jaar bedoeld? Enerzijds voor mensen die voelen dat ze absoluut iets willen gaan doen binnen theater of film, maar nog niet goed weten wat, zijn ze meer geschikt om te spelen, om te regisseren, om te maken, om te schrijven. Misschien ben je wel heel goed voor performance of geschikt voor de mimeopleiding in Nederland. Het kan allemaal en zo'n jaar kan je echt helpen om daarna een veel juistere en gerichtere keuze te maken voor een bepaalde school of opleiding. Of misschien lopen de toelatingsproeven nog niet helemaal zoals je had gedacht. En wil je toch echt niks anders gaan studeren, dan kan zo'n jaar ook ideaal zijn om wat extra tijd te kopen, om je artistieke bagage te vergroten en zelfzekerder te worden en het gewoon een jaar later opnieuw te gaan proberen. Of misschien voel je je gewoon nog niet klaar om meteen aan een toneelschool te beginnen en doe je het liever wat rustiger aan, dan is ook dit jaar echt iets voor jou. Je komt in een hele kleine klasgroep terecht, in een veilige omgeving met een heel persoonlijke aanpak. Ideaal om gedurende het jaar je artistieke parcours uit te stippelen. Hoe werken we? Wij vinden het super belangrijk dat wij al onze studenten goed kunnen opvolgen en dat we goed kunnen communiceren met elkaar. Daarom richten wij mentorschap in. En een mentorschap betekent eigenlijk dat wij voor iedere student een mentor voorzien. En een mentor is iemand van het docententeam. En samen met die mentor ga je regelmatig gesprekken houden en gaat er besproken worden hoe het proces verloopt en ook waar het proces naartoe zou kunnen gaan. Dus we gaan echt samen op zoek naar, oké, wat is hier de weg voor jou? Wat is interessant? Waar zou het naartoe kunnen gaan het jaar na het voorbereidend jaar natuurlijk. De groep gaat niet zo groot zijn, dus je gaat in een kleine groep aan de slag gaan, wat genoeg ruimte geeft voor jouw persoonlijke artistieke ontwikkeling.